dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. Ik sta in de binnenstad en nu ligt er een plan om u binnenkort fietsen toe te staan. Maar is dit veilig? En wat als u nou een winkel hier heeft in de binnenstad waar heel duidelijk op de etalage staat geen rijwielen parkeren? Wat gaan we met al deze fietsen doen in de binnenstad? Ik ben heel benieuwd naar uw mening. Vraag op Straat vraagt het aan u. Op zich vind ik dat wel goed. Alleen nu met die elektrische fietsen, die fietsen wat harder als normaal. Ik denk dat je daar een uitzondering voor zou moeten maken. Ik vind het niet echt prettig als fietsers er tussendoor gaan. Dat zou ik afschuwelijk vinden. Nee. En waarom? Nou, ik wil rustig lopen met winkelen en niet omvergereden worden door de jeugd die er doorheen krast. Dus. Of ouderen die niet uitkijken. Lijkt me slecht idee. En wil u mij even kort uitleggen waarom? Nou, ten eerste, u ziet het, ik loop met een stok. En de jeugd die fietst natuurlijk heel graag door de winkelstraten heen. En die rijden ook niet zo zachtjes. En als je per ongeluk een stap verkeerd doet, dan lig je onder die fiets en lig je. Misschien met een gebroken heup, dus daar zitten wij niet op te wachten. Ik vind het wel goed. En waarom zou dat goed zijn? Ja, omdat je dan sneller overal naartoe kan gaan en zo. En het is niet, ik vind het niet gevaarlijk. Levensgevaarlijk. En waarom levensgevaarlijk? Het gebeurt nu al eens dat er mensen heel spontaan met de fiets er doorheen gaan. En 9 van de 10 keer gaat het fout. En vaak is het wel sorry en stappen ze af of mensen worden boos. En vooral met kinderen, ik vind dat, die zijn gewend om hier vrij uit. Het is al zo moeilijk om met kinderen te gaan winkelen. En als je ze dan nog ieder ogenblik in de gaten moet houden. Want het komt dan langs voor en achter, neem ik aan. Heel slecht plan. Dat is niet handig, hè? Toch? En waarom vind je het niet handig? Nou, druk, veel publiek, kinderwagens, mensen die rustig aan het winkelen zijn, met fietsers tussendoor. Fietsers gaan sneller, lijkt me niet handig. De stad is om te lopen, wandelen, voor de mensen die op hun gemak willen winkelen. Zoals je en ziet, niet voor fietsers. Ja, het is best wel druk en je ziet hoe de mensen lopen, lopen best breed uit. En als je dan kriskras door de stad moet gaan fietsen, dan komen ongelukken gegarandeerd. Bedankt voor het kijken naar een nieuwe Vraag op Straat. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want ik ben heel benieuwd naar uw mening. Dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer.